Ik ben zeer verheugd dat Thijs de Boer genomineerd is voor de Selecties Debuutprijs. In het voorjaar waren alle recensenten het lovend over dit debuut. Waarom ik dit boek zo goed vind is omdat de verhalen erg verontrustend zijn en de hoofdpersonen vaak verlangen naar de dood. De dood weliswaar met een gouden randje. Nou, het zijn donkere verhalen, dat zeker. Maar het zijn naargeestige verhalen. Maar er zit wel humor in en er zit ook wel hoop in. Er zijn namelijk heel veel dingen die heel pijnlijk zijn, maar die ook heel grappig zijn. Bijvoorbeeld een openingsverhaal, Loopdrang, heb je dus een oud bejaardentehuis. En een vriend van mij vertelde dat, dus dat die werkt in een bejaardentehuis. En die gangen zijn rond daar, omdat al die oude mensen die hebben gewoon loopdrang. Die hebben gewoon behoefte om te lopen. En dat kan heel pijnlijk zijn als je daaraan denkt. Van, die hebben gewoon heel leven gedaan en het enige wat ze nu doen is rondjes lopen. Maar het heeft ook wel, ik vind het ook wel iets grappigs hebben als je er gewoon over nadenkt. Er zit ook humor in. Sommige mensen vinden het misschien van niet, maar ik vind dat er ook wel humor in zit. En die combinatie vind ik leuk om over te schrijven. Korte verhalen spreekt me heel erg aan, want je kan zeg maar meteen in de actie beginnen. Je kan heel veel overlaten aan de lezer. Terwijl in een roman moet je meer voorkouwen en zo. Dus ja, korte verhalen zijn gewoon een beetje toch wel mijn ding. Peter Buwald, Bonita Avenue is een terechte nominatie. Het boek doet voor Nederland wat The Great American Novel voor Amerika doet. Bonita Avenue is een dramatisch boek. Je ziet een hoofdpersoon die goed in zijn vel zit, die alles voor elkaar heeft. Die zie je door een ontdekking die hij doet in zijn gezin afglijden tot een onzekere man die niet weet waar hij het zoeken moet. Ja, dit is ook echt fascinerend boek dit. Als je iemand aan het lezen wil houden, een dik boek, dan vind ik dat er liefst wel wat gebeurt. Je hebt natuurlijk schrijvers die zonder enige gebeurtenis een goed boek kunnen schrijven. Maar daar wil ik me nog niet aan waken. Wat ik zelf wel een soort kantelpunt vind, is dat de twee generaties echt haaks op elkaar staan. Iemand uit de voor-internettijd zou je kunnen zeggen, dat is Siem, Sigerius. En zijn stiefdochter die echt met twee benen in die internetperiode staat. En dat vooral de zeden en gebruiken en opvattingen over wat goed en slecht is, zijn veranderd. Blijkt wel in de manier waarop zij over elkaar heen schuren. Nou, ik merkte op dat de samenleving op die manier aan het veranderen was. En ik was heel nieuwsgierig naar generatieconflicten, vind ik sowieso al interessant. En dit vond ik een heel modern, prikkelend generatieconflict waar ik zelf nog niet uit ben. Het gekke is dat het boek tegelijkertijd eenvoudig is. Of meeslepend, moet je eigenlijk zeggen. En toch heel complex in elkaar zit. Dus je is wat ik steeds hoor. Het is een good read. En tegelijkertijd heb je toch het idee dat het literatuur is. Het Groot Zwijgen van Erik Menkveld. Genomineerd voor de Selecties Debuutprijs. Terecht. Heel mooi, klassiek, geromantiseerd verhaal. Het gaat over de Nederlandse componist Alfons Diepenbrock. Het speelt zich af in de eerste 20 jaar van de vorige eeuw, in een bepaald milieu in Amsterdam. Er lopen wat verhaallijnen door elkaar, terecht een genomineerde voor de Selecties Debuutprijs. Het is eigenlijk het verhaal over een vriendschap tussen twee componisten. Ja, ik heb daarvoor gekozen omdat ik zowel van de ene componist, Alfons Diepenbrock, als van de jongere vriend van die componist, Matthijs Vermeulen, ontzettend veel hou van hun muziek. Maar ook ik heb lang geleden in de uitgeverij gewerkt en toen een biografie uitgegeven van een van beiden, namelijk van Matthijs Vermeulen. Toen ben ik heel erg geïntrigeerd geraakt door die vriendschap tussen die twee mannen. Het is eigenlijk allemaal werkelijkheid omdat ik me gewoon hou aan de feiten zoals in de biografie en biografieën van beide heren. En in hun dagboeken en brieven dat soort dingen te vinden zijn.
Alleen, ik heb natuurlijk scènes gemaakt van dingen die alleen maar worden aangeduid. Hè? Van, ze maakte een wandeling in, aan het strand van Zandvoort. Daar heb ik dan een scène van gemaakt. En dan moet je ze natuurlijk laten praten en laten denken. En, dus dan wordt het fictie. Afgezien daarvan heb ik natuurlijk ook een ideeroman willen schrijven. Die gaat over hoe mensen 100 jaar geleden dachten over kunst, muziek, maar ook over de liefde, hoe ze die dingen beleven, wat voor een soort wereldbeeld ze hadden. En dat probeer ik helemaal op te roepen. En als dat gelukt is, dan is dat, hoop ik, de kracht van mijn boek. Opvallend dat in de Selecties Debuutprijs 2 verhalenbundels zitten, waarvan er 1 is van A.H.J. Duitsenberg. Vogels met zwarte poten kun je niet vreten. Literatuur is er om mooie verhalen te vertellen. Maar literatuur is er zeker ook om te schuren, om te jeuken en om te verontrusten. En laat dat nou maar over aan de Tilburger A.H.J. Henry kijkt verveeld door het caféraam naar buiten, ziet de gele puincontainer staan en is op slag verliefd. Van het ene op het andere moment danst zijn maag 1000 polka's en kan hij niet meer slikken. Als gehypnotiseerd blijft hij naar de container kijken. Hij moet wel. Hij kan niks anders meer. Ik zat hier op een donderdagmiddag, hier in Tilburg in Café Het Buitenbeentje, mijn stamkroeg. En ik keek hier naar buiten. En ze waren de overkant aan het verbouwen en daar stond een zeer aantrekkelijke gele puincontainer. En ik was opslag verliefd. In mijn hoofd dienen zich een paar keer per dag dit soort verhalen aan. En enkele daarvan moet ik opschrijven. En die container was er één van. Ik was echt zwaar onder de indrukken en echt oprecht verliefd. Nou, ik heb niet zozeer een neiging om te provoceren. Het is meer dat ik gewoon opschrijf wat er in mijn hoofd zit. En bepaalde mensen nemen de aanstoot aan. Dus ze willen waarschijnlijk graag geprovoceerd worden. Het is niet mijn doel. Ik heb het dus een keer gedaan met die puincontainer. En eigenlijk om de 1-2 maanden komt hij weer. En iedere keer als ik hem zie in de spiegel, dan denk ik weer, hey, die puincontainer was toch een bijzondere ervaring. Ja. Clausewitz van Joost de Vries is genomineerd voor de Selecties Debuutprijs. In de roman neemt u mee van de jaren 70 naar de 21ste eeuw. Aan de hand van het leven van schrijver Ferdinand Lefebvre beschrijft hij de verwende babyboomgeneratie. Aan het eind van het boek wordt duidelijk dat iedereen manipuleert, ook de schrijver. Dit is mijn bureau, ik ben Groene Amsterdammer aan de Singel in Amsterdam. Ik ben kunstredacteur en ik ben literair recensent bij de Groene, nu sinds 2007. Het fijne is dat ik bij heel veel van mijn fictie in mijn boek doe alsof het werkelijkheid is. Clausewitz zit vol met documentatiemateriaal. Het gaat over een academicus die onderzoek doet naar een verdwenen schrijver. En daarvoor heb ik eigenlijk allemaal brieven in scène gezet, allerlei chronologieën in scène gezet. Allemaal soort van recensies, achtergrondartikelen. Dus ik heb heel erg eigenlijk de vorm van non-fictie ook gebruikt, gewoon voor mijn eigen fantasie. Het gaat heel erg om hoe mensen verhalen gebruiken om hun leven vorm te geven. En dus ook hoe ze verhalen manipuleren en gebruiken om mezelf mee in het gewin te komen. Ik durf wel te zeggen dat het gewoon heel erg origineel is. Gewoon in vorm. Het is geen lineair verhaal. Er worden allerlei verschillende dingen gehanteerd. Allemaal verschillende literaire stijlen gebruikt. Geen hoofdstuk is hetzelfde. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, altijd een zeer lastige vraag voor een jury. Een lastige taak, moet ik zeggen, voor een jury. Appels en peren vergelijken. 2 verhalenbundels. 3 prachtige romans. Een dunner boekje. 3 dikkere boeken. Zeg het maar. Maar als ik het mag zeggen, ga ik voor A.H.J. Vanwege het schurende, het jeukende en het verontrustende.